leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is 11 uur volgens mij en ik kom net thuis van school. Ik had vanmorgen mijn acne theorie examen. Die ging op zich wel half half. Ik weet niet zo goed hoe die ging. En daarna gingen we met de klas dobbelen. Alleen een beetje dobbelen in versneld tempo. Want als wij dobbelen met de familie, zijn we soms echt 4 uur bezig. En nu hebben we het een beetje versneld en hebben we er een uurtje over gedaan. En ik heb... dit kleed gewonnen. Volgens mij komt die van de Big Bazaar, zei Charlie. Het is niet helemaal mijn kleur voor in mijn kamer, zoals je kunt zien. Maar ik vind hem wel heel erg leuk voor de kerst en gewoon lekker warm. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Voor vandaag ga ik niet echt heel erg veel doen. Ik ga zo meteen eventjes mijn weekvlog bewerken. Die morgen online moet komen. Ik wil eigenlijk nog eventjes een stukje van AliExpress shoplog filmen. Zodat die video vrijdag voor jullie online kan. En ik moet vanmiddag werken van 6:30 tot 7:30. En het is vandaag pietenzwemles. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dus ik ga eventjes mijn kleren uitdoen. Of mijn kleren uit. Eventjes mijn jas uit. Ik zal trouwens nog eventjes laten zien wat ik aan had vandaag. Ik had deze jas aan van Chiquelle. Dit is echt mijn nieuwe favoriete jas. Uiteraard had ik ook mijn Yves Saint Laurent tas mee. Mijn Nicky schoenen. Deze mom jeans van de Zara. En ik heb deze Sandro trui aan. Maar die is van Miu. Die heb ik van hem eventjes geleend. Gestolen, hoe je het wil noemen. Dus dat is wat ik vandaag aan had. Ik ga dit eventjes uittrekken. Ik denk alvast het stukje voor AliExpress filmen. En daarna de video's bewerken. Jongens, kijk, ik ging dus net de AliExpress video opnemen en ik had een lekkere wanten besteld. Ik dacht, super lekker voor de winter. Zijn het kinderwanten? Kijk hoe klein ze zijn. Hier past echt mijn hand niet in. Kijk nou. Ik ga ze denk ik gewoon aan mijn nichtje geven. Die is toch, als Jo is 4. Ga ik ze gewoon aan haar geven. Ik denk dat ze dat wel leuk vindt. Dus een beetje een flop. Maar AliExpress stukje is nu opgenomen. Ik ga nu eventjes wat eten maken. Video bewerken. En mijn kamer ook een beetje opruimen. Want dat is ook een zooitje. Ik ga eventjes mijn mascara eraf halen. En mijn wenkbrauwpoeder. Want ik moet zo meteen werken. In het zwembad. En als ik dat er nog op heb. Dan zit dat strakjes over heel mijn gezicht. En daar heb ik geen zin in. Het is vandaag dus pietenzwemles. En dat is best wel leuk. Ik denk dat de tijd daardoor ook wel lekker snel gaat. Ik hoef maar van 6:30 tot 7:30 te werken. Dus dat is echt super chill. Als ik klaar ben met werk ga ik Milan ophalen. En dan gaan we naar mijn moeder en blijven gezellig bij mijn moeder slapen. En morgen heb ik stage van 11:30 tot 18:00. Dus dan kan ik lekker uitslapen morgen. Dus dat is echt super chill. Ik ga eventjes mijn werkbadpak aantrekken en mijn spullen pakken. En dan ga ik richting werk. Deze box weer eventjes aan jullie laten zien, namelijk de Beauty Evoke box. Ik heb ook de zomer- en de herfsteditie te mogen ontvangen. En nu heb ik de wintereditie. Deze keer zit er een mooi roze kleurtje omheen. En dit is de Beauty Evoke Vivasus. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Maar er staat bij, if you describe someone, usually a woman, as Vivasus, you mean that they are lively, warm-hearted, excited and attractive. Ik weet niet of ik het goed uitsprak, maar dan weet je in ieder geval wat het betekent. De box ziet er weer hetzelfde uit als gewoon. Het is een hele grote roze box en er zitten 20 full-size producten in. Er is ook altijd zo'n checklist bij waarvan je dan kan zien welke producten er allemaal in zitten en wat de echte prijzen voor in de winkel zijn, zeg maar. En deze box heeft dus een waarde van €345. Dus als je deze box aanschaft ben je maar €79,95 kwijt. Nou, de box is in ieder geval weer goed gevuld zoals je kan zien. Ik zal maar gelijk beginnen met wat eruit viel. Dit is namelijk een kaartje voor €10 korting op je Look Fantastic bestelling. Dus die zit erin. Dan zie ik gelijk dit grote roze doosje. En die zat er in de zomerbox ook in. En er zaten een hele mooie oorbellen in. Deze dragen Lady Gaga en Madonna ook altijd. Dit is hem als je hem openmaakt. Dit zijn ze. Dit zijn dus de Ida Emerald Earrings. Het zijn dus druppelvormige en Emerald Swarovski kristallen. En zijn afgewerkt met goud. Ze hebben deze kleur diepgroen speciaal voor het jaar uitgekozen. En verlangen naar licht en warmte. En ze worden gemaakt in Europa. Ik zal ze eventjes indoen. Kijk. I like it. Als je een mooie hoge knot of zo in hebt. Of een staart. Dus dat is heel leuk.
Zo. Dus die. Dan zit er nog van John Frieda een shampoo en conditioner in. Van dezelfde lijn nog een touch-up cream. Van Ardell deze mooie nepwimpers voor de kerst. Dit zijn de Wispies. In de vorige Beauty Evokebox zaten ook al twee producten van de Garnier Bio lijn. En die vond ik echt super fijn. Die zitten nu ook in mijn dagelijkse skincare routine. En dit zijn weer twee nieuwe. Dit is de voedende mist. En dan heb ik hier nog de voedende dagcreme. En die ziet er zo uit. Dan een lipstickje van Look X nog. Heel mooi kleurtje. Die kan ook echt bij iedereen, denk ik. En voor daarbij zit ook een bijpassend liplinertje van Look X. Een rol deo van Terme. Hier ben ik heel blij mee. Dit is een Dove body scrub. En die had ik echt nodig, want mijn huid is echt rete droog. Dus die kan ik goed gebruiken. En dit is met Shea Butter. Dan een nieuwe mascara van Max Factor. Waar ik heel benieuwd naar ben. Want mijn mascara is bijna op. Dus die kan ik mooi gaan testen. Dan van Look X zit er nog een Relaxed Eye and Face Mask in. En die ga ik even voor jullie openmaken. Hier ben ik wel heel benieuwd naar. Oh mijn god. Ik had echt niet verwacht dat het deze kleur was. Maar het is dus een beetje bordeaux roodachtig. En het is een soort jelly. En dit kan je dus als oogmasker gebruiken of als gezichtsmasker. Ik denk dat ik deze vanavond ga proberen. Het masker verkwikt en kalmeert de vermoeide, snel geïrriteerde huid met een slimme mix van actieve ingrediënten. De formule verstevigt de celwanden, laat het zuurstofgehalte in de cellen stijgen en brengt vocht naar de juiste plaatsen om daar vervolgens vast te houden. Wegvermoeide blik en hello glowy skin. Ook nog eens tegen huidveroudering, vermindert roodheid en irritatie. Dit heeft dus ook een 2-in-1 functie, want het is een moisturizer en het hydrateert. Even kijken wat ik nog meer heb. Van het merk Zakra zit er nog een body butter in, ook super lekker om na scrubben te gebruiken. Van Models Own zit er een gel liner in. Ik gebruik zelf geen eyeliner, maar ik vind het wel zo leuk om dit te proberen. Het is in de kleur zwart. Dan zit er van Olaas nog een oogcreme in voor de vermoeide huid. Oeh, dit is lekker. Dit is een Dove Shower Foam. Van W7 zit er nog een highlighter shimmer eyeshadow in. Dus je kan het als highlighter gebruiken, maar ook als oogschaduw. En dan zit er nog een heel mooi oogschaduwpalet in van Bella Pierre Cosmetics. Ik ken het merk zelf verder niet, maar het doet me best wel een beetje denken aan de... Heet die paletten? Naked paletten, volgens mij heette die. Kijk even hoe mooi deze kleurtjes zijn. Echt heel chill voor de kerst. En dan als laatste van de merk Zakra zitten er nog een paar ampullen in. Ik snap dat heel veel mensen niet weten wat het is, maar op stage gebruiken wij dit ook altijd. Alleen dan van een ander merk. Dus ik weet wel al... Oh, ik heb het weer gesloopt. Ik weet wel al hoe dit te werk gaat. Wij gebruiken dit altijd in de gezichtsbehandeling. Maar je kan inderdaad ook een kuurtje of ampullen gewoon zelf los thuis gebruiken. Het zit dus in een klein glazen flesje. En dan zou je wel denken, hoe krijg je dit open? Maar zit hier op het randje zit een streepje. En dan, ja, je moet het niet met je blote hand doen. Maar als je dan een handdoek ertussen hebt, kan je hem zo... Kan hem heel zo mooi op dat streepje breken. En dit breng je dus aan op je gezicht. In een ampul zitten dus hele hoge concentratie werkstoffen. Waardoor het dus al 8 keer meer is dan wanneer jij een dagcreme bijvoorbeeld aanbrengt of een masker. Hier staat ook de Hydra Booster ampullen bevatten hoogwaardige hyaluronzuur. Zo, ik kan het woord nooit uitspreken. Ook nooit in de spa, maar je snapt wat ik bedoel. In uiterst geconcentreerde vorm. De huid krijgt een intense hydratatieboost. Waardoor de vochtgehalte van de huid verhoogt. En de huid steviger en elastischer aanvoelt. Ik vind ampullen echt heel erg leuk om mee te werken. En kan dit zeker mensen aanraden. Dus die zit er ook in. Dat is dus alles wat er in de box zit. Ik zal het nog eventjes laten zien. Want alles ligt hier naast me. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Waar je deze box dus ook kunt vinden. Het is ook super leuk om als kerstcadeautje te vragen. Want het zijn natuurlijk gewoon 20 full-size producten. Voor een lagere prijs. Stel je weet echt niet wat je kan vragen. Is dit natuurlijk super leuk. Er zit echt van alles in. Van ampullen tot maskers. Tot highlighters, tot eyeliner. Alles zit erin. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten waar jullie deze video. En McDonald's. Oh. Kijk dan. Servet. Ik heb echt heel veel eigenlijk. Het is woensdag vandaag. Ik ben vandaag heel dag naar school geweest. Het is nu... Hoe laat het? 4 uur. Ik had vandaag mijn Nederlands examen spreken en discussie. Ik moest samen met Kim een discussie voeren over de stelling was. Vind je dat je als stagiair wel of geen stagevergoeding krijgt? En ik moest stellingen tegenbedenken en zij voor. En het ging eigenlijk best wel goed. Die 5 minuten waren zo om. We moesten 5 minuten lang discussiëren. En dan moest je zeg maar ook gewoon goed Nederlands praten, goede zinnen opbouwen en dat soort dingen. En je moest nog een presentatie geven over stel dat er een meisje of een jongen naar je... naar de opleiding zou komen, wat zou je diegene dan allemaal vertellen? Dus dat moest ook. En er moest ook een bepaald aantal punten in zitten. En die ging wel goed, maar het duurt echt een paar weken voordat we daar de uitslag van hebben. Maar kijk even hoe leuk. Vandaag bij de McDonald's had je een aanbieding of zo'n actieding met die
kalender. Dat je gratis sokken kon halen. Dus ik heb McDonald's sokken gehaald. Ik ga ze eventjes aantrekken. Maar ze zijn dus echt best wel groot. Want ze vroeg aan mij, ja, wil je kleine of grote? En toen zei ik, ja, kleine. Want ik heb maat 36, soms 35. Maar de kleine waren dus maat 38 tot 42. Dus ze zijn alsnog best wel groot. Maar kijk even hoe grappig dit is. Dit is toch leuk. Ik zou dit nooit naar buiten aantrekken. Maar kijk, ze zijn wel een beetje groot zoals je kunt zien. Want de hiel die zit hier. Maar hartstikke leuk. Ik heb een pakketje binnengekregen. En een chocoladeletter. Maar ik heb ook een pakketje binnengekregen van Mooi The Agency. Dat zal ik eventjes aan je laten zien. Maar ik zit eventjes te kijken. Ik ga je de link daar neerzetten. Tom, tadam. Ik had dus een pakketje gekregen van Mooi The Agency. Dat is een PR-bureau. En dat heb ik in mijn vorige week vlog volgens mij al verteld. Maar ik heb dus van die Sugar Hair Bears ontvangen. Maar niet de blauwe, maar de roze. Maar ik wilde het in een aparte video, zeg maar, het hele proces aan jullie gaan uitleggen en vertellen en bijhouden. Dus die video komt pas over 3 maanden online. Maar het komt er wel aan. Maar ja, dat proces duurt 3 maanden. Dus vandaar. Maar kijk. Tadaa. Er zit ook een kaartje bij. Oh, wat leuk. Er zit een toilettasje bij ook. Wat schattig. Nou, dit zit er dus in. Een blauw toilettasje. En 3 van deze potjes met die Woman Multivitamine tabletjes. Je moet er dus iedere dag 2 slikken. En er zitten er 60 in een potje. Dus met zo'n potje kan je ongeveer een maand doen. En er zitten er 3 van in. Volgens mij zit hier ook nog wat in, zoals ik voel. Dit tasje is zo lekker zacht. Niet normaal. Er valt van alles uit. Er zit nog een haarelastiekje in. Wat is dit? Ik heb echt geen idee. We gaan het openmaken. Oh, wat schattig. Oh, dit is zo'n haarband voor als je bijvoorbeeld een maskertje op je gezicht gaat doen. Ik ga eventjes opdoen. Wat leuk. Nou. Dus die zit er ook in dat tasje. En wat zit er nog meer in? Zit er nog meer in? Even kijken. Er zit een sticker in. Een sleutelhanger van een beertje. Een nagelvel. Heel schattig. Dat zit er allemaal in dit mega zachte tasje. Maar als je nou wilt weten of dit allemaal werkt. Ik zal gewoon in mijn weekvlogs laten zien dat ik dit slik en zo. Maar wil je nou echt het begin en eindresultaat en het proces en zo hiervan meekrijgen. Dan moet je even 3 maanden wachten, want er komt een video aan. Ik heb die dingen een jaar geleden, denk ik ongeveer. Vorig jaar oktober, december. Heb ik die potjes al in het blauw gehad. Maar ik heb dat toen maar 2 maanden geslikt. Dus dan heb je niet het volledige resultaat. Volgens mij zie je het minimale resultaat na 3 maanden. En het hele resultaat na 6 maanden. Dus misschien dat ik hierna zelf nog 3 potjes ga aanschaffen. Om echt het maximale resultaat te zien. Weet ik nog niet. Maar in ieder geval dat. Ik heb echt een super, super leuk kerstcadeau voor nieuw besteld. En ik hoop dat die deze week binnenkomt. Zodat ik dat aan jullie kan laten zien. Want het zijn namelijk nieuwe GC's. Ik weet gewoon oprecht niet wat ik voor de kerst wil. Ik heb dan van mijn moeder kreeg ik een Nuno bag. Nou, van mijn vader wilde ik een kettingje van Lot. Maar die is overal uitverkocht. Nou, van mijn opa en oma weet ik het ook nog niet. Van Miel weet ik het niet. Ik weet gewoon niet wat ik voor de kerst wil. Dus ja. Maar goed, morgen ben ik lekker vrij van school. Dus dat is echt heel erg chill. Want ik moet zaterdag in de spa stage lopen. Dus dan ben ik morgen vrij. Dus dat is heel erg chill. Misschien dat ik morgen eventjes naar de stad ga. Omdat wij met onze klas voor onze mentor een kerstcadeautje gaan kopen. Dus misschien dat ik dat morgen eventjes doe. Want ik had het zaterdag maar samen met Ro geregeld. Dus iedereen heeft het geld naar mij overgemaakt. Moet ik even dat cadeautje gaan kopen. Dus ik denk dat ik morgen eventjes de stad in ga. En misschien dat ik dan morgen ook eventjes ga kijken voor een leuk outfitje voor oud en nieuw. Want dat is over. Ik ga even kijken wanneer het oud en nieuw is. Het is echt bijna al. Het is echt niet normaal hoe snel dat gaat. Nog 1, 2, 3. Gisteren over 4 weken. Gewoon nog 4 weken. En dan is het oud en nieuw. En wij gaan met z'n allen, met wie we altijd zijn. Dus Zoe, Jet, Dagmar gaat ook mee deze keer. En dan Milan, Storm, Kees. Gewoon alle jongens en zo. Gaan we van tevoren bij Jet gezellig. En dan gaan we daarna met z'n allen uit in de stad. Dus daar wil ik natuurlijk wel een leuk outfitje voor hebben. Ik heb nog wel een leuk outfitje van vorig jaar. Alleen, ja, die had ik natuurlijk vorig jaar al aan. Dus ik wil eigenlijk iets anders. Maar ik heb wel een backup plan nog dus. Voor nu ga ik eventjes lekker mijn chocoladeletter opeten. We hebben gisteren ook eentje in de spa gehad. Even kijken of ik hem kan laten zien. Nee, ik krijg hem niet open. Maar hier zit ook nog een chocoladeletter in. Ik ga lekker chocoladelettertje eten. Lekker filmpjes kijken. Even vlogjes kijken. Die van Stijn, die van Rosa.
Die van SME. Want ik heb helemaal nog geen tijd gehad om die te kijken. Dus dat ga ik nu lekker doen. Schakjes ga ik lekker voor mezelf koken. Want Milan moet voetballen. Mijn vader is er niet. Dus ik ga lekker voor mezelf pasta koken. Zometeen even boodschappen doen. Dus nu eerst even lekker uitrusten. Ik heb even boodschappen gedaan. Ik wilde eigenlijk eerst lekker tagliatelle maken. Met kaassaus en garnaaltjes erin. Maar ik eet natuurlijk in mijn eentje. En ik heb ook niet zo heel veel zin om echt te koken. Dus ik heb wat anders gehaald. Dat ik ook even in de koelkast moet zetten. Dus oeh, ik zet hier even in de koelkast. En zal ik het laten zien. Ik heb als eerst stokbrood gehaald. Ik ben nu de oven aan het voorverwarmen. Zodat ik er eentje erin kan doen. En ik ga zo meteen uitleggen wat ik dan altijd doe. Maar ik heb ook tomaatjes gehaald. Pesto gehaald. Zet ik eventjes in het deur. Want het is een beetje koud worden. En ik heb 2 van die pakjes mozzarella gehaald. En wat ik dan altijd doe, is na altijd. Ik heb het denk ik echt al 2 jaar niet gegeten of zo. Maar vroeger had ik dit heel vaak op woensdagmiddag als ik dan uit school kwam. Maar wat je dus doet, is je doet een stokbroodje in de oven van die afbakstokbroodjes. En normaal moet deze er 10 tot 12 minuten in. Maar ik doe hem dan ongeveer 6 tot 7 minuten erin. Zodat die wel gaar is, zeg maar nog niet helemaal. En wat ik dan doe is, ik haal hem eruit, ik snij hem open. Dan doe ik er een beetje mozzarella en tomaat en pesto op. En dan doe ik het tussen tosti-ijzer. Zodat je een soort panini hebt. Dat is echt super, super lekker. Het is niet echt avondeten, maar ik heb ook niet heel erg veel trek. Dus ik vind het wel prima voor nu. Ik heb eventjes mijn laptop naar beneden gehaald. Dan ga ik eventjes lekker op de bank of hier aan tafel filmpjes verder kijken. En als de oven klaar is, dan kan ik het stokbrood erin gaan doen. En lekker mijn eten gaan maken. Oké, ik heb nu de stokbroodjes belegd met mozzarella en tomaat. En die ga ik nu eventjes tussen tosti-ijzer leggen. Wordt echt super lekker. En ik heb nog heel erg veel... Oh, een beetje overbelicht. Ik heb nog heel erg veel mozzarella en tomaat over. En wat ik dan altijd doe is een soort pakketjes maken. Dan doe je een plakje mozzarella. En daar leg je dan een plakje tomaat op. En dan doe je een beetje pesto erop en dat opeten. Dat is echt heel lekker. Maar ik ga eventjes wachten totdat dit klaar is. Rosa daar vlogje verder kijken en eventjes deze troep opruimen. Tadaa, dit zijn ze geworden. Ik ga ze lekker opeten. En hier heb ik die tomaatjes met mozzarella en pesto. En dat ga ik lekker eten en naar Rosa kijken. Het is donderdagochtend. Ik zie er echt niet uit. Ik heb mijn make-up opgeslapen. Dus mijn mascara zit waarschijnlijk overal. En mijn wenkbrauwen die zijn waarschijnlijk weg. Maar ik ben vandaag lekker vrij van school. Omdat ik zaterdag in de spa-stage moet lopen. Dus dan ben je altijd op donderdag vrij. Ik ga eventjes mijn kamer een beetje opruimen, want het is echt een zootje, zoals je misschien kunt zien. Mijn kaptafel die gaat als het goed is deze week naar mijn moeder, dus dan is die ook uit mijn kamer eindelijk. Dit beeld gaat ook naar mijn moeder, dus dan is dit ook even opgeruimd. En de rest liggen allemaal kleedjes en dekentjes op de grond. Dus ik ga even mijn bed opmaken. Dat scheelt altijd een hele hoop. Ik ga vandaag eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Ik ga zo meteen eventjes mijn AliExpress video bewerken, zodat ik hem kan uploaden voor morgen. Ik ga eventjes al die kartonnen dingen die daar zijn, ga ik zo meteen weggooien. En lekker filmpjes kijken en uitrusten, denk ik. Ik heb echt geen planning voor vandaag. Ik heb ook geen idee wat ik zou moeten doen. Ja, ik zou aan school kunnen zitten, maar niet echt zin in. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker niet ga doen. Heb ik deze week nog iets leuks wat ik ga doen? Volgens mij niet. Morgen heb ik ook stage. Zaterdag heb ik dan stage. En zondag ga ik als goed met Milan naar de Penosa film. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar voor de rest heb ik echt geen planning deze week. En is mijn leven echt heel saai momenteel. Maar goed. Vanavond komen trouwens Milan's schoenen binnen. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Zal ik hem ook wel aan je laten zien. Ik wilde ze eigenlijk ook zelf. Maar ik kan het nooit zo goed handelen als een stijl dezelfde schoenen heeft of aantrekt. Dus ik koop ze maar niet. Misschien een andere kleur. Ik ga zo meteen even lekker een maskertje in mijn haar doen. Zilver shampootje erin knallen. Gezichtsmaskertje opdoen. Ja, dat ga ik lekker doen vandaag. Heerlijk. Ik ga eerst even mijn kamer opruimen. Nog steeds zie ik er niet uit, maar ik heb wel even al het karton weggegooid. Er ligt nog 1 Zara doos. Maar ik twijfel een beetje of ik dat ga houden of niet. Ik kan het even aan jullie laten zien. Want ik had namelijk echt een superleuk broekje besteld bij de Zara. En die was dus binnengekomen. En dat is deze. Ik vind hem echt superleuk. Met van dat, hoe noem je dit ook weer? Iemand zei het laatst onder de video. Piet of zo. Ik heb echt geen idee. Maar als ik er een linkje van kan vinden, zal ik hem in de beschrijving zetten. Maar het lijkt dus op een rokje. Maar het is dus een broekje. En ik vind hem echt super leuk. Maar hij zit aan de achterkant een beetje gek. Want zoals je het ook wel hier kunt zien.
Het rokje is korter dan het broekje. Dus het lijkt net of ik een te klein broekje aan heb. En ik heb hem juist in de maatje S besteld. Zodat hij wat groter viel. Want ik dacht een XS. Daar komt sowieso mijn kont onderuit. Dus ik had hem in een S besteld. Maar ja. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar ik twijfel gewoon een beetje. Hij was 26 euro. Dus ik dacht, ik bewaar de doos nog eventjes voor als ik hem wil terugsturen. Dus dat ligt hier. Maar voor de rest heb ik dus al het karton wat daar lag, heb ik weggegooid. Ik heb eventjes bij de kruidvat mijn favoriete mascara opnieuw gehaald. Want het was opeens 1 plus 1 gratis. Of nou, niet opeens. Maar ik liep langs de kruidvat. En ik zag dat het 1 plus 1 gratis was. Ik gebruik altijd deze mascara van Maybelline. En normaal is die 10,50 of zo. Nu had ik er dus 2 voor 10,50. Dus dat was echt super chill. Ik gebruik deze mascara echt al sinds de derde of zo. Mijn favoriet. En toen ik een pakketje ging terugbrengen bij de première, zag ik echt een super leuke kerstkaart. En volgens mij had ik dat in deze weekvlog wel verteld. Of in de vorige, ik weet niet meer. Maar dat we met heel de klas een cadeautje voor onze mentor gaan kopen met kerst. En ik dacht, het is ook wel leuk om er dan een kerstkaart bij te doen. En ik vond deze echt super schattig. En ik weet zeker dat onze mentor deze ook heel erg leuk gaat vinden. Er staat op, geniet van de feestdagen met twee van die penguins. En het is 3D. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar het is 3D, die kaart. Dan heb je dit aan de binnenkant. En dan ga ik hier alle namen opschrijven van iedereen die mee heeft gedaan aan het cadeautje. Ik ga voor nu eventjes dat Clay & Glow masker op mijn gezicht doen. Laat ik die eventjes intrekken. Terwijl ik een AliExpress thumbnail maak. Want die video is voor jullie afgelopen vrijdag online gekomen. En dan daarna hou ik dat maskertje eraf. En dan ga ik even een haarmasker maken. Of nou maken. Ik heb twee soorten haarmaskers. Eentje die No Yellow. En de ander is een gewoon haarmasker. Maar als ik die alleen die No Yellow doe, dan wordt mijn haar wel heel assig. En dat wil ik niet. Dus wat ik dan altijd doe, is ik mix dan dit haarmasker. Dit is echt het beste haarmasker ever. Met die Fenola. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Deze twee maskers mix ik dan met elkaar. Deze, die van Revolve Total Repair. Het is echt mijn favoriete masker. Mijn haar wordt hier echt super lekker zacht van. En dan het Fenola No Yellow Mask. En als ik alleen deze doe, wordt mijn haar echt gewoon bijna paars. Want ik weet niet of je het aan de dop goed kunt zien. Maar het is gewoon een beetje een soort van kobaltblauw. Ik weet niet of je het goed ziet zo. Maar zoals je in de dop kunt zien, is het meer kobaltblauw dan echt paars. Dus dan wordt mijn haar super snel een beetje paarsig. Dus vandaar dat ik deze twee dan mix. Gewoon een beetje van die op mijn hand. En dan 1 of 2 pompjes van die erbij. En dat laat ik dan even 10 minuutjes of zoiets in mijn haar trekken. Misschien is het zo meteen wel leuk om zo'n ampul aan te brengen. Die ik dus had laten zien in die beautybox. Omdat op stage gebruiken wij ook altijd ampullen in de spa. Dus ik vind het wel leuk om eventjes aan jullie te laten zien hoe dit nou eigenlijk werkt. En in die box zat van Look X natuurlijk ook nog een oogmasker. Dus ik dacht misschien is het ook... Nou, dit is een oog- en gezichtsmasker. Maar ik dacht misschien is dit ook wel leuk om zo meteen eventjes mijn ogen aan te brengen. We gaan er gewoon een lekker beauty dagje van maken. Ik ga eerst nu eventjes deze op laten drogen. Dan ga ik daarna dat oogmasker aanbrengen. En dan ga ik daarna een ampul aanbrengen. Maar die ampul doe ik pas na het douchen. Want zo'n ampul hoef je niet van je gezicht af te halen. Dus ja. Het Clay & Glow masker heb ik hier eventjes afgehaald. Ik leek echt super bleek. Terwijl ik gewoon 2 weken geleden naar de zonnebank ben geweest. Maar oké. Ik vind het masker van Clay & Glow altijd super fijn. Mijn huid voelt altijd super zacht. Alleen er is zo'n groot nadeel aan het masker. En dat is dat je hem er zo lastig af krijgt. Dat is echt niet normaal. Maar oké. Ik ga nu dat oogmaskertje opdoen. Kijken of dat wat doet. Ik heb nog nooit een oogmaskertje op gehad. Dus we gaan het zien. Ik ga het alleen onder mijn ogen aanbrengen. Niet onder heel mijn gezicht. Maar het is dus bordeaux rood. Een beetje roze. En ik ga het gewoon met een kwast aanbrengen. Ik heb de gebruiksaanwijzing ook alweer weggegooid. Super dom. Nou, ik heb het onder mijn ogen aangebracht. Ik ga het gewoon maar eventjes laten zitten. Ik weet niet hoe lang. Misschien droogt het wel op dat je het er zo af kan trekken. Of is het gewoon een cremmetje en moet je dit op laten drogen? Ik heb geen idee. Maar ik weet dus niet of het een peel-afmasker is of dat ik het er gewoon over een kwartiertje af moet halen. Maar dat gaan we vanzelf zien. Ik ga nu eventjes het masker schoonmaken en video's kijken. De maskers heb ik eventjes met elkaar gemixt. Ik heb ongeveer 3 van die gedaan en 2 van die. En moet je kijken hoe blauw-paars het alsnog is. Maar ik ga dit eventjes in mijn haar doen nu helemaal verdelen overal. Dat laat ik eventjes 10 minuten intrekken. Dan ga ik douchen en dan ga ik mijn haar wassen. Met die nieuwe shampoo die ik van de week ook in die beautybox heb gekregen. Deze 2 van John Frieda. Even kijken of dat wat is. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haar nog in een handdoek zitten. Maar ik dacht, ik ga even
laten zien hoe je deze ampullen open krijgt. Er zitten er 2, 4, 6, 7 in. En dit is een 7-daagse kuur. Dus ik moet hem iedere dag een week lang aanbrengen. Dus dat ga ik vanaf vandaag doen. Het is dus een heel klein inimini flesje. En hier zit dus een vloeistof in. Wat dus heel erg goed werkt voor je huid. Ik weet niet of... Volgens mij is deze niet van glas en is deze van plastic. Dus kan je hem als het goed is gewoon zo openbreken. Ja. Bij ons op de spa is die van glas. Dus daar moet je echt heel goed mee uitkijken als je hem breekt. Want wij breken hem altijd met een handdoek tussen onze handen. Omdat het anders echt gewoon gevaarlijk is. Ik doe alles van het ampul op mijn hand. Zo. Totdat het flesje helemaal leeg is. En het enige wat je hoeft te doen is dit gewoon aan te brengen op je gezicht. En dit in te laten trekken. Dat is het. Je hoeft het er niet af te halen of iets. Gewoon lekker laten zitten. Ik neem ook altijd in de spa nemen een beetje onze hals mee. En je kan het eventjes inmasseren. Want het is in het begin heel waterig en nattig. Maar na een tijdje als het wat meer is ingetrokken gaat het een beetje plakken. En dan kan je eventueel als je wilt ook gewoon je dagcreme eroverheen aandoen. Of een oogcremetje of zo. En ik maak een beetje van die tikkende geluidjes. Omdat dan het ampul wat sneller je huid intrekt. Dat het wat minder lang waterig blijft. Zoals je misschien nu kan zien. Of niet, is het een beetje plakkerig. En dat is juist het effect dat je wilt. En dan kan je hier overheen gewoon je dagcreme aanbrengen of een andere creme. Dit is trouwens ook de vierde dag dat ik deze gebruik. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. En ook de Olaas oogcreme. En die prikkelt wel af en toe een beetje. Maar ja, ik weet nog niet wat ik ervan vind. Want ik gebruik het pas 3 dagen ongeveer. Maar ik zal jullie hier ook op de hoogte van houden. Oké, ik zie er echt niet uit. Ik heb mijn haar in de staart gedaan. Zodat het eventjes een beetje normaal en stijl kan opdrogen. Ik heb mijn badjas aan. Ik heb mijn kerstsokken aan. Ik heb net eventjes mijn nagels gelakt met dit kleurtje. Met dit kleurtje van het merk Saffron London in de kleur 09 Tease. Die heb ik toen ook een keertje in zo'n Beauty in Vogue box gekregen. Maar er waren 2 pakketjes binnengekomen. Als eerst een pakketje van AliExpress. Ik zei nog in mijn video van ja, het duurt echt lang voordat die laatste pakketjes komen. Dus ik ga er niet meer op wachten. Bla bla. Maar er is nu dus eentje binnengekomen. En zo te voelen is dit een jaderoller, want ik had er al eentje. Alleen die ligt bij Milan en ik wil er ook gewoon eentje voor bij mij thuis hebben. Dus die heb ik nu. En ik zie dat mijn batterij aan het knipperen is. En dat is heel ruk, want ik wilde net Milans kerstcadeautje gaan laten zien. Maar ik ga jullie wel eventjes op de oplader leggen dan. En dan over een paar minuten het kerstcadeautje laten zien. Maar dit is in ieder geval de jaderoller van AliExpress. En hij zit gewoon heel goed verpakt en heel chill. Hij is wel anders dan die andere. Deze is wat gladder als je denkt, wat is dit? Dit is nagellak. Maar hij is wel ander materiaal dan die ander. Maar voelt alsnog heel erg lekker aan. Oké, mijn camera is een heel klein beetje opgeladen. Maar ik dacht, ik wil gewoon heel erg graag de schoenen zien. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik hoop dat hij het volhoudt. Ik heb de Yeezys dus besteld bij Restock. Restock is een website die zeg maar schoenen aanneemt van mensen die ze kopen om weer te verkopen. Yeezys zijn natuurlijk best wel lastig te krijgen. En er zijn gewoon heel veel mensen die Yeezys inkopen om ze daar weer ver te kopen, maar dan gewoon weer met winst. En Restock is een site die Yeezys aanneemt. Ik heb die schoenen dus gewoon bij Restock besteld. Toen heeft degene die de schoenen verkocht ze naar Restock gestuurd. Restock kijkt dus of de schoenen niet gedragen zijn, of ze echt zijn. Of ja, die controleren gewoon heel de schoenen of ze wel te verkopen zijn, zeg maar. En als Restock ze heeft goedgekeurd, dan worden ze naar jou opgestuurd. Het is echt super snel gegaan. Ik heb de schoenen volgens mij zondag besteld. En het is nu donderdag. En ze zijn binnengekomen. Wat ik dus best wel snel vind. Want er stond 12 werkdagen. Alleen dit is dus al werkdag nummer 4. Oh, ik ben echt super benieuwd. Miel is ook heel benieuwd. Hij weet al dat hij dit voor de kerst krijgt. En hij kijkt ook niet mijn vlogs. Dus het maakt op zich niet heel veel uit dat ik het al laat zien. Oh, wat leuk. Er zit een strikje omheen. Kijk. Er zit dus, de doos zit in de doos. Het zijn de Yeezys Boots 350. Het zit dus gewoon in de originele doos. En hier zie je een sticker van het Restock. Met een strikje eromheen. Die ga ik helaas wel eventjes eraf halen. Ik heb voor Milan maat 42 gekozen. Hij heeft al een paar Yeezys. Daar heeft hij ook maat 42 van. Dus we wisten gewoon dat die maat goed zou zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet of Yeezys groot of klein vallen. Volgens mij vallen ze gewoon op maat. Maar ja, ik wist toevallig al welke maat hij nodig had. Omdat hij al een paar Yeezys heeft. Ik wilde ze zelf ook zo graag, maar ik vind het gewoon raar om... Oh, wat zijn ze mooi.
Dit zijn ze. Het is de kleur Citrin, volgens mij uit mijn hoofd. En het zijn de GC Boots 350. Milan heeft vorige week vrijdag een nieuwe winterjas gekocht van Stone Island. En die is dus precies dezelfde kleur als deze schoenen. Dus daarom vond ik het gewoon heel erg leuk om dit voor hem als kerstcadeau te kopen. En ik krijg het ook van mijn moeder en van mijn oma. Dus die heeft het gegeven met z'n drieën. Dit zijn ze. Ik vind ze echt super, super ziek. Ik wil ze zelf ook zo graag. Maar misschien moet ik gewoon wachten tot er een ander kleurtje uit is. Want ik vind het echt niet leuk als Milan en ik dezelfde kleur hebben. Maar deze kleur is echt... Oh. Echt heel chill. Zoals je kunt zien zitten gewoon alle kaartjes er nog aan. Ze hebben ook een labeltje van Restock er aan gedaan. En gewoon alle originele GC kaartjes zitten er ook nog aan. Ik ben zeker tevreden over die website. Ik heb het gewoon helemaal zelf gekocht. En geen promotiedingen of zo. Maar ik vond het heel fijn werk. Want ik had ze dan besteld. En ik kreeg gelijk een melding van. Nou, we hebben de koper geïnformeerd dat ze ze kunnen opsturen. En ik werd heel de tijd op de hoogte gehouden. Van nou, de verkoper heeft ze nu naar ons opgestuurd. We hebben ze binnen. We gaan ze controleren. We hebben ze goedgekeurd. Ik kreeg iedere keer. Werd ik op de hoogte gesteld. Dus dat vind ik heel erg fijn. En ze zien er gewoon echt super ziek uit. Echt. Ik denk dat Miu zo blij gaat zijn ook. En wat hij ook zegt. Ze lopen echt als wolkjes. Ze lopen echt super chill. Dus ik ben hier heel blij mee. Ook al zijn ze niet voor mij. Ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb hier wel €300 voor betaald. Vandaar dat mijn oma en mijn moeder ook mee betalen aan het kerstcadeau. Het verschilt dus heel erg per maat hoeveel ze kosten. Want bijvoorbeeld een maatje 36, die kostte €500. Omdat er gewoon minder waren van... Het is zeg maar zo, als er minder van zijn, worden ze duurder. Als er meer van zijn, worden ze goedkoper. Dus de prijs kan iedere week weer verschillen. Dus let er goed op voordat je het gaat bestellen. Ik zal de website wel eventjes in de beschrijving zetten. Want het is gewoon echt een aanrader. Dus dit is Miu's kerstcadeau. Ik ben zo benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Ik weet niet of jullie iets aan dit kaartje hebben. Maar het is in ieder geval de GC Boots 350 V2. Dit is nog groter dan mijn hoofd. Het is zaterdagochtend. Ik praat een beetje zacht omdat mijn vader nog slaapt. Het is namelijk echt best wel vroeg. Het is... Nou, en nu is het niet meer vroeg. Het is nu 9:00. En ik ga naar stage toe. Want ik moet vandaag stage lopen in de spa. Van 9:30 tot 18:00. Dus ik moet er om 9:30 zijn. Dus ik ga eventjes mijn schoenen aantrekken. Naar de spa toe rijden. En dan lekker heel erg stage lopen. En er is dus een pakket binnengekomen van Nicky. Met weer nieuwe kleding uit. En ik heb geen idee wat erin zit. Dus die ga ik vanavond ook aan jullie laten zien. Maar eerst stage lopen. Ik ben klaar met stage voor vandaag. Ik had vandaag stage van 9:30 tot 18:00. En het is nu 8:00. Ik heb net eventjes met mijn vader, Sam en Joy hebben we lekker wat gegeten. Echt heel erg lekker. En ik had natuurlijk gezegd dat ik een pakketje van Nicky had gekregen. En dat ik dat nog eventjes aan jullie wilde laten zien. Dus dat ga ik doen. Ik heb hem eventjes heel snel opengemaakt. Maar ik weet niet van alles wat precies is. Zo is het lichaam beter. Maar ik had dus vandaag stage in de spa. We moeten 1 keer in de 4 weken ongeveer een weekend stage lopen. En het was best wel gezellig. Ik was met Sof en Stace en andere Fleur en Samantha waren er ook. Dus het groepje waarmee we waren was wel echt super gezellig. En het was super rustig. Iedereen had echt maar 2 behandelingen of zo. Dus dat. Maar ik had dit pakketje. Ik ga eventjes openmaken. Kijk, er staat al een heel die doos. Het staat helemaal Nicky. En ik ben dus ook voor het concert, zeg maar, of de fashion show van Nicky uitgenodigd. En ik denk dat daar deze outfit ook een beetje voor is om aan te trekken. Want 19 december geeft Nicky een fashion show in het Ziggo Dome. En dan komen er allemaal bekende artiesten komen allemaal optreden. En ja, daarin showt ze dus haar fashion show. Vorig jaar was het ook, maar dat was in de AFAS. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar was in een ander soort stadion. En nu is het dus in het Ziggo Dome. En daar ben ik dus voor uitgenodigd. En ik mocht iemand meenemen. Dus Milan gaat gezellig met me mee. Super veel zin in. En dan ga ik dus ook een outfit aantrekken. Alleen, er is 1 nadeel. Want ik heb een broek gekregen. Alleen, deze is voor mij te klein. Ja, hij past gewoon niet. Ik krijg hem zeg maar niet over mijn billen heen. Op zich een goed teken, maar hij past gewoon niet. Maar het is in ieder geval zo'n coatingbroek. Echt een super mooie broek. In het zwart. En ik vind hem echt super leuk. En hij was ook echt heel erg leuk geweest met de rest van de items die erbij zitten. Maar ja, hij past dus gewoon niet. Dus ik ga morgen of maandag eventjes naar degene mailen waarvan ik dit opgestuurd heb gekregen. En dan ga ik vragen of ik hem misschien kan terugsturen in een ruil voor een andere maat. Want het zou gewoon zonde zijn als ik deze ga dragen. Maar, of als ik deze heb maar hem niet draag. Ik kom echt niet aan mijn woorden trouwens. Sorry jongens, ik ben echt zo moe. Vanmorgen... Oh ja, sorry. Gisteren heb ik niet gevlogd. Dat komt gisteren was het vrijdag, had ik van 9 tot 6 stage. En daarna ben ik gaan eten en ben ik met Milan naar de film Penosa geweest. Superleuk film, alleen ik heb gewoon niet gefilmd.
Maar gisteravond was ik dus bij Milan blijven slapen. Maar ik moest eerst nog naar huis voordat ik stage had in de spa. Want mijn spullen lagen hier. Dus om 7:30 ging mijn wekker. En toen ben ik hier naartoe gereden naar huis. Heb ik hier gedoucht, aangekleed, alles gedaan en zo. En ja. Dus vandaar dat ik een beetje moe ben. Maar in ieder geval deze coatingbroek heb ik van Nikki gekregen. Die dan helaas te klein is. Maar hopelijk kan ik hem nog omruilen voor wat anders. En zie ik hier ook een trui in een beige kleur. In ieder geval in de kleur die ik mooi vind om te dragen altijd. Zit echt in een hele mooie luxe zak. Oh, en de trui voelt echt heel lekker aan. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik vorige keer ook van Nikki een trui ontvangen. En die vind ik echt super chill. Ik heb hem ook. Hij ligt bij mijn moeder, zodat mijn moeder hem ook kan dragen. Maar ik heb nu dus deze trui ontvangen. Hij lijkt er wel een beetje op. Alleen deze is een beetje cropped. En die andere was met zilveren afwerking. En deze met gouden afwerking. Ja, het is eigenlijk het enige afwerking wat eraan zit. Maar dat is goud. Het is een beetje van die ballonmouwen. Heel leuk. In een 34. Dat pas ik sowieso wel. Het lijkt een beetje een crop modelletje. Dus het is ook heel erg leuk met een rokje. Ik heb vorige keer ook van Nikki een rokje gekregen. Waar die denk ik ook super leuk mee staat. Dus die. En dan als laatste zie ik dus weer een schoenendoos. En vorige keer heb ik van Nikki ook schoenen mogen ontvangen. Super leuk. Toen had ik ook een trui. Toen had ik alleen in plaats van een broek had ik een rokje. En daar zaten toen ook schoenen bij. En hier zitten dus ook weer schoenen bij. En ik heb al gekeken welke schoenen het zijn. Maar Zoe heeft deze schoenen dus ook. En Zoe en ik hebben zo vaak dat wij dezelfde schoenen kopen. Of gewoon dezelfde kleding kopen. Dus toen ik deze schoenen zag, dacht ik alweer van die heeft Zoe ook. Maar ik vind ze echt geweldig. Ze zijn echt super, super leuk. En ik ben heel erg blij met deze kleur. Niet met die andere kleur. Want deze schoenen heb je dus ook nog in een andere kleur. Maar ik vond deze wel mooier. Maar het zijn dus nieuwe sneakers. En ik vind de laatste tijd sneakers echt geweldig. Oeh, ze ruiken echt naar verf of zo. Maar dit zijn ze. Ze lijken een beetje op de Triple S van Balenciaga. Maar dan niet de echte namaak. Mijn camera is weer leeg. Hoe dan? Maar oké, in ieder geval deze schoenen. En ik heb ze in een maatje 36 gekregen. Vorige sneakers had ik ook in een maatje 36. Ik weet niet hoe deze vallen. Maar ik denk wel dat ik ze pas. Maar in ieder geval die. Mijn camera is dus leeg. Alweer. Leuk. Ik had hem van de week heel eventjes opgeladen. Ik ga nu verder in de oplader doen. Straks denk ik alvast een stukje van mijn vlog bewerken. Maar eerst lekker de afgelopen afleveringen van Goeie Tijden terugkijken. Want ik heb er echt wel 3 niet gezien. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga eventjes deze schoenen in mijn kast zetten en passen. Ze zijn trouwens ook best wel leuk bij deze trui, denk ik. Ja, hoe leuk. Oké, dat. Ik ga eventjes een mailtje sturen naar dat meisje van wie ik dit allemaal heb gekregen. Of ik de broek in een andere maat kan ruilen. Omdat anders gewoon zonde is. Dus dat, sorry voor deze saaie weekvlog volgens mij. Maar ja. Het is zondag vandaag. Ik moet even. Oh, daar ligt mijn telefoon. Kijk hoe laat het is. Volgens mij is het 11:45. Ja, 10 over half 12 is het. En ik ga nu richting Milan. Want we gaan eventjes samen naar de stad om kerstcadeautjes te zoeken. Voor iedereen en alles. En heel misschien dat we daarna gaan schaatsen. Maar ik weet niet of het droog blijft. Dus ik weet niet of het schaatsen morgen. Maar we gaan in ieder geval wel eventjes gezellig samen naar de stad kerstcadeautjes halen. Ik heb vandaag echt niet mijn goede hoofddag. Ik lijk echt. Soms heb je dat gewoon niks wil lukken. Je hoofd niet, make-up niet, haar niet, kleding niet. Niks niet. Nou, vandaag heb ik zo'n dag. Dus ik ga eventjes de laatste dingetjes in mijn tas doen. Eventjes wat karton naar de afvalbak gooien. En dan richting Milan. Ik was mijn weekvlog aan het bewerken en toen zag ik dat hij nog geen einde had. Dus dat doe ik ben nu eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En dat ik jullie in de volgende video weer zie.